Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Het is toch behoorlijk bewolkt boven Nederland. En dat hebben we allemaal te danken aan de storing die gisteravond over het land heen trok. Dat ging niet heel geruisloos, want aan zee kwamen zelfs zeer zware windstoten voor. Vanochtend hebben we nog te maken met een aantal van die buien. Aan zee mogelijk ook met een klap onweer. En verder komen er steeds vaker wat opklaringen voor. En dat dan met name in de kustprovincies. Vanmiddag zien we over het hele land wel een aantal opklaringen, maar ook een aantal buien. Ja, het is wel een stukje koeler dan de afgelopen dagen met 7 tot 9 graden en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanavond bereiken dan uiteindelijk nieuwe buien ons land, daarbij aan zee opnieuw kans op een klap onweer. In het noorden van het land waar het flink opklaart en droog blijft, daar koelt het al af naar ongeveer 4 graden. Morgen is dan een vrij rustige dag. In het binnenland blijft het op een enkel buitje na eigenlijk overal wel droog. Aan zee komen iets meer buien voor en het is de minst warme dag van de week met 6 tot 8 graden. Zondag is dan eventjes een dag om goed in de gaten te houden. Er ligt een depressie boven de Noordzee en mogelijk dat het aan zee nog hard of stormachtig misschien zelfs gaat waaien. In het binnenland komt dan een krachtige wind te staan. Het is wel zacht met 11 graden en er valt ook vrij veel regen. Maandag en dinsdag dan is het wat vaker zonnig en wordt het iets minder warm. De wind wordt rustiger en later in de week gaan we zelfs wat vaker droger weer zien. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.